Yo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van mijn Hans Beste. En vandaag doen we een nieuwe aflevering van Rocket League, maar niet zomaar een aflevering. Zoals je links kunt zien in het menu. Ik gebruik een controller. We gaan het vandaag een keer proberen met een controller. Dus we beginnen gelijk met de potje. Welkom bij het eerste potje dan. Dit is mijn officiële tweede potje dat ik de controller speel. En ik heb een... Even die kwijt doen. Want als je op B klikt, dan junt die. En dat is gewoon zeer vervelend. Dus boost op A. Springen op B. Maar als je er een vraag wilt zien, abonneer, reageer, like zeker deze video. Zet ik gelijk in de comments achter. Ik kan vaker met controle moeten spelen. Maar ja, als je wilt weten welke controle speel ik met de... Ja, gaat soepel. Met de Steam controller. Ja. Ik heb een Steam controller. Ik weet niet hoeveel mensen die dingen gebruiken. In ieder geval, ik af en toe wel. Ik heb een PlayStation 2. Ik dacht... Ik dacht, Steam controller is ook wel een keer leuk om dit te proberen. En dus mijn officieel tweede potje, ik heb hier vooral een potje gedaan. Maar toen kwam ik weer op het idee van, misschien is dat wel leuk. Nou, mensen zeggen, controller veel beter is nou. Ik snap enigszins de intentie van de controller makkelijker kan zijn. Qua het vliegen. Maar ik zeg nu niet echt. Ik durf niet echt dat het een beef is. Ja, ik moet even een B. Het is wennen. Dit soort potjes heb ik weinig te klaar, want het is niet echt goed bed. Nou, op het moment. Nou, dit is mijn officieel eerste doelpunt met een controller. En het is ook nog gewoon een mooie, oké. Okay. Ik kan niet zeggen dat dit geen goed doelpunt is. Hij is wel best mooi. Jezus. Ja, daar heb je wel. Nice. Voor aan een Steam controller, stuk controller, die flippertjes op de achterkant. Dan zeg ik ja, dan kun je zo lekker om een rondje heen kijken. Ja, dat kan. Maar het is niet dat ik er benefits aan heb.
benefits van gehad heb ik natuurlijk, maar kom ik nooit controle gebruik, vind ik daar. Somebody left the chat. Oké. Ik denk dat dit een overwinning wordt als we opgeven. I guess. Nog niet. Ik denk dat ze het zelf lastig wil houden. Dit ging wel heel soepel. Ik heb hem gesloopt op mijn zin. Kijk, daar gaat het om. Ah, jezus, bijna. Nice. Dat is eigenlijk wel bijna goed gescoord. Alweer. Vergeet heel tijd dan. Kijk, je hebt dan twee flippers. Dan moet je vergeten zelf dit te doen. Gewoon je tweede joystick naar achter te trekken. Tenminste, het PC is dat zo standaard dat er gebeurt. Hoe zo'n potje is dit? Vooral als je weer een vogel bent.
Ja, shit. Ik vond dat ik wel een... Ik kreeg geen save, maar ik vond wel een mooie save gehad. In principe. Maar we gaan gelijk door naar het tweede potje van vandaag. Hier mensen, welkom bij het tweede potje van vandaag. Ik wil dit potje ook even goed gaan doen. Nope. Maar hè. Ik hoop dat het beter gaat. Ik ben nou iets meer ingespeeld, hè. Ik kan dan weer spelen. Wel veel soepele bewegingen. Ging helemaal gepland. Ik idee dat mijn teammates goed zijn. Ik zelf ook niet, maar mijn teammates helemaal niet. Even verdedigen, hè. Jezus. Ik vind het merken dat ik een opperste concentratie ben. Ja, dat komt er helemaal niks van met dit team. Mij trouwens ook niet, maar... Dat was reactie vermogen. Mooi. Altijd weer lekker schoon. Ja.
of we dan nog misschien tips hebben hoe ik mijn controller beter kan instellen. Van, ja, deze instellingen zijn wel goed. Kan ik weer beter spelen. Zo en zo. Tips zijn altijd welkom. Waarvoor, superbaas, hè? Ach ja. Shit happens. Maar, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe aflevering. Als je dit nou vaker wilt zien, dan laat het achter in de reacties. Druk op die like button. En geef me tips. Hoe ik mijn controller anders kan instellen. En dan zie ik je bij de volgende aflevering van Rocket League. Of iets anders. Bye mensen.